heeft van waarde geweest voor ons. Alleen wij moeten op zoek gaan naar vervangers. En ja, haal je die niet, dan is het gemis heel groot. Maar krijg je vervangers, zeg maar, die hetzelfde kunnen doen als hem uiteindelijk. Ja, dan kan het meevallen, maar ja, dat zal heel lastig zijn. In de rust werd de Zweedse speler Amy Smajic, die op proef is bij de Graafschap, ingebracht voor Partizek. Was je daarvan onder de indruk? Nou, het was voor hem denk ik ook een hele lastige wedstrijd, die tweede helft. Ik zei ook wel, we hebben te weinig gevoetbald. Ja, en dan is het heel lastig voor hem, denk ik, om dat elftal wat te laten zien. Op dit moment is het te weinig, maar dat ligt aan de hele groep, denk ik. Wat kan je over het algemeen zeggen van de selectie die de Graafschap dit jaar heeft in vergelijking met die van vorig seizoen? Nou ja, goed, een groot gedeelte hou ik toch kunnen houden. Daarin enkele posities niet, centraal en voorop natuurlijk niet. Keeper niet. En de vervangers wie we hebben, en dan met name achterin, denk ik dat goede vervangers zijn. Alleen, ja, we zijn er hard geblesseerd. Dus daar moet je even geduld mee hebben. Vrijdag begint natuurlijk de competitie. Ja, we hebben hier vandaag op het stadion ook wat supporters gevraagd wat zij ervan verwachten. Het woord kampioenschap valt dan vaak. Hoe sta jij daarin? Nou, ik vind wel dat we om de promotie moeten meedoen. En kampioenschap zal heel erg lastig zijn, want er zijn meerdere teams denk ik die er van aanmerking komen. Maar bovenin meedraaien zal moeten. En dan speel je automatisch in een A-competitie of of de promotie. Alleen dat zal wel bovenin de ranglijst moeten zijn. Gezien de groep denk ik al behoorlijk hoog kunnen spelen. Alleen ja, het is een moeilijke competitie. Heb je het idee dat jullie klaar zijn voor de competitie? Ik denk dat we er klaar voor zijn. Ik bedoel, iedereen weet hoe belangrijk competitie voor ons is. En ik denk dat we daar zullen staan. Ja, heb jij een goed gevoel bij de Graafschap gekregen? Ja, ik ben hier net, maar zolang ik hier ben heb ik een goed gevoel gekregen. En dat is belangrijk. Ik moet me op mijn plek voelen en gaan presteren. En dat is het belangrijkste. Ja, en dan word jij ook eerste doelman? Ja, dat denk ik wel. Ik heb denk ik de staf overtuigd dat ik veel in me heb. En ze weten ook wel wat ik kan. Vandaar dat ik ook hier ben en ik denk dat ik eerste keeper word. Ja. Wat verwacht jij van dit seizoen? Ik verwacht dat we hoog gaan komen en ja, zoals iedereen weet, onze doelstelling is om terug te keren naar Eredivisie en dat is de insteek. Ik bedoel, of het nou via play-offs is of via kampioenschap, dat zou het mooiste scenario zijn. Maar als het niet lukt via kampioenschap, dan doen we het via play-offs.